because we have to stop off the law. 15 minutes, we want to stop here. And at 12 o'clock, we're gonna drive again, okay? So 15 minutes. Paris, because in Paris it's very busy, a lot of tour operators gonna book a little bit outside of Paris, and you have a possibility to book, to have a hotel over there. You will see Paris is always busy. When we're hitting it for Paris, you see the traffic get busier and busier. And we're driving now on the A1, if you can see. And this street will go on and will ending in Paris. A lot of people are heading for south and go to Spain. They take this road called the Route du Soleil. The Route du Soleil means the highway to the sun. On the right side you see the train. The bullet train, zoals we call that in English. See, you look in the back now, on the left side. Yeah, the trees are very little of leaves. There's ook een mooi park. Ja. Kindvriendelijk, heb ik gehoord. Heel goed weer voor ons. Het trekt mooi een beetje weg. Je hebt mooie witte achtergrond nu. En de third one is a small one, some private planes. Is Le Bourget. Exit 5 on the street. Airport Charles de Gaulle. Look here on the right side. He's leaving. There's one coming, you see, Air France is leaving, and maybe
You can see him here on the bridge. See, he's coming now on the left side. The own planes. And he called Air France. France had his own plane a couple of years ago, but they had big problems with the airplanes. Also a big accident was happening with the Concorde, maybe you know it, the fastest plane they had. But this airplane was not good anymore, it was too expensive. Nooit gezien, kijk eens. The weather is finally clearing up. And right in the front you see the Eiffel Tower. The Eiffel Tower, ja, aan de rechterkant. Eiffel Toren. En je ziet een heel mooi kerkje nog erbij, een wit kerkje. En dan gaan we zaterdag naartoe, is gebouwd. En dan zie je dus met die zwarte gebouwen achterin helemaal, zie je het? De hoogbouw. Lijkt een beetje op Rotterdam, hè? Way in the back you see high buildings, look like a little bit black buildings. It's the post office already. Inside of Paris, the traffic is more terrible, more busier. Port de Bercy is coming. Okay. The train graphics. Let's see hoeveel rails dat je hebt, hoeveel treinen die binnenkomen. Rechts is helemaal prijs. Je zakt de keur helemaal aan de rechterkant. Zie dat boven de berg, dat is de Montmartre. Zie je dat rechts, het witte kerkje? Dat is de Montmartre. Een van de gezelligste wijken van Bus. This will take you to the center of Paris. On the left hand side, you see four nice buildings. A little bit high. Glass. When you look at the building, what do you see? Here on the left side. It is the bibliotheek of Parijs. En waarom? Ze hebben als voorbeeld gesteld van, dit is een open boek. Je ziet daar die twee gebouwen tegen elkaar. Het is net of een boek open staat. En je ziet die trap aan de zijkant. Dat zijn de pagina's. Met een beetje fantasie kun je het zien. Dus al die gebouwen, hier zit het lijkt net een open boek. Aan de zijkant de trappen hebben ze gedacht van hey, dat is een goed jaar, net zo goed. De library van Paris hier aan de left side. Het is een shape of an open book. En aan de left side je ziet de stairs. Die stairs look like pages of the book, is het? Use your imagination. Seine River on the left side. Very nice. Very long, very busy. Tonight you're gonna see why. Bercy. De sportstadion hier, inside of course, it's Bercy, look the shape. The roof is from grass. It's very famous, Bercy, we call it. Okay, the traffic at this year. Look at the small streets. Yes.
साल जो है सुबह को सारी भी होगी, शाम को सारी. नाइस बिल्डिंग जी इसी है. बंदा देख लेगा अंधेरी. नो लेट इनसाइड. ओह यस. यू कैन सी द टू मोंपनस इन द बैक. सी द ब्लैक बिल्डिंग. इट्स फॉर टुनाइट. You see, it's high, it's very high. Mm. Parijs, pak ze de bootjes, dus kunnen ze hoe de zeggen op hier. En dat allemaal midden gewoon in de stad, hè? Mama. Dat het allemaal kan. Can you see that Venus on that tower? Yeah. Wat heel gezellig. Kijk, de geschitter is omhoog, aan de linkerkant, de Seine. Het is ook weer zo'n mooi wijkje. Misschien komen we daar nog wel, wie weet. Maar het bijzondere hier in Parijs is, als je hier links kijkt, dan ziet hij al die boekenkraampjes. Je ziet er zoveel in films, hè, dat de mensen hier zo lang lopen, dan zie je die boekenkraampjes zo meteen. In Parijs. Maar dat maakt Parijs dus zo gezellig, hè? Van al die mooie, smalle straatjes. Hier is een mooi straatje. Oh my god, what's that? Kindertjes! Kennen jullie die man met die bochel op de rug? Hoe heet ik er? Kwassie, Modo, heel goed. Kijk eens aan de linkerkant. Daar heeft hij, de luider van de Notre Dame. Dat is de Notre Dame, inderdaad. Helemaal in renovatie zijn alle gebouwen hier, of de meeste gebouwen zijn ze aan het schoonspuiten hier in Parijs. Je kan het take a turn to the right, then you are in the front of the city hall. Metal, to your left. Over here, on the right side now. Is it nice or is it nice? It's very huge. The city hall, Hotel de Ville, they call it here. Hotel de Ville, it's not a hotel. Hotel de Ville is city hall. Hotel de Ville is dus stadhuis, hè? A city at with 8 million people. Look at on the ground. It's very clean there, isn't it? Liberty, equality, fraternity. Wait, there's one big street. Yeah. To shop. Yeah. And this. It's from here to the end of the street. That's a Louvre. You can find everything here. The Mona Lisa. Van Gogh. Van Gogh. Mona Lisa. Alles hebben ze hier. Dit is dus het Louvre. Het loopt helemaal door tot aan achteren. Zo groot is het. Dus. Kijk hier rechts, een mooie bord van de metro. Daar hebben ze niet zo heel veel meer van in Parijs. Ze hebben de oude borden vervangen, of ze zijn stuk. Ze vervangen een nieuwe. De nieuwe zijn niet zo heel erg mooi. Nou, een lekker geurtje moet hier bij Bendix zijn. Hier. Redelijk aan de prijs. Maar komen onwijs veel Chinezen. Die krijgen een betere prijs dan de menig ander, denk ik. Het is altijd druk met Chinezen daar. Ze staan ook voor de deur. Het is het Louvre aan de linkerkant. Louvre aan de left side. Still the shopping area here on the right side. There's one girl. She was fighting for France. And she was sending by God. You know what I mean? Joan of Arc. She's coming up. There's a statue on the right hand side. And she's from gold here. Look at here. Joan of Arc on a horse. Still the Louvre. On the left side, you think the building is the new collecties komen er weer aan. Noem eens wat dure merken op, dat kunnen we zometeen wel zien. Ja, kijk, Boucheron in de voor ons. Perdigie. Ja, we mogen niet zo langzaam. Kijk, Dior is hier. Kijk, zie je dat daar? Dat is het Ritz Hotel. Dat is het duurste hotel van Parijs. Ik durf niet te zeggen hoe duur zo'n kamer is, maar geloof me, het is duur. Je ziet ook allemaal dure dametjes hier lopen. He? Allemaal dure auto's. Het is het nicest en het biggest hier. Look at that. De akoestiek inside is magnifiek. Also de beelden outside is magnifiek.
Look at how busy it is here. It's always crowded here. Yeah, beautiful. In the front of us you see the Galerie of Lafayette. You see, in the front, there's also a shopping area. Very famous here in Paris. Still the opera on the left side. Was he just thinking that the kingdom has killed his son? And also the biggest one, eh? There you see. You can buy them if you want. And all the money, they go to the poor lands. It's nice, eh? When you buy someone. Over glass, you see it? There's a Grand Palais. I'm gonna tell you a little bit more about it. But on the left side, you see also the Eiffel Tower, see? The obelisk I was talking about is standing here on the left. You see all the ladies sitting here in the corners. There's a lady sitting here, sitting the lady sitting there. There's all the direction where you want to go. In the early years, they don't have cars and that kind of thing. On the ladies, it's where you want to go. Maybe here, I think it's pointing out two direction. You see, Rouen. On top of it, you see, Rouen. There's a place here in France. And the lady's pointing out, you have to go there. Tot elkaar. Er is over nagedacht. Om te bouwen. Maar dit is de bekende winkelstraat van Parijs. Hier staan ook heel vaak modellen. Die staan hier dan met een geurtje. Het hele gebouw was in de vorm van zijn tassenmerk. Helemaal van zijn koffertje. Dus iedereen was benieuwd, wat gebeurt hier, wat gebeurt hier? Naar Louis Vuitton kwam hier dus. Maar eens kijken, wat een mooie winkel. En druk, voor dat druk is. Heeft voorrang. Kijk, dan moet je dit niet doen. Het gaat niet goed. De rest heeft voorrang. En nu moet je drukken. Blijf het drukken. Het is nog niet eens zo druk. Ik kan gekker hoor. Kijk, dan moet ik stoppen, want de rest heeft voorrang. Eigenlijk. Gewoon pushen, pushen, pushen. Kijk, rest heeft voorrang. En je moet het weten, want dat is een systeem. Systeem. Look, look, look. Maybe next year I can buy it. Maybe. Ik kan er stoppen. Of course. We're gonna stop tonight here and ending. For a picture.